Vandaag een iets andere video dan de gewone vlogs. Vandaag ga ik een Q&A opnemen met Christian Jacobs. Voor diegenen die Christian niet kennen, hij is een influencer. Hij zit op TikTok met honderdduizenden, of toch meer dan 100.000 volgers. Op Instagram ook gigantisch veel volgers. En vandaag ga ik hem wat vragen stellen. Dag Christian, bedankt om in deze video te komen. Goedemorgen. Alles goed met u? Jij kost me toch slapen, jij. Ja, ik heb gehoord dat je vandaag maar een uur of twee hebt geslapen. Yes. En hoe komt dat? Ik heb nog envelopjes gemaakt voor mensen die mij vorige week gesteund hebben in de strijd voor die ranglijst. En zijn dat dan veel envelopjes die je moet uitsturen? Of? Ja, dat waren er een stuk of 60, 70. Ja. We gaan het dadelijk nog eens hebben over TikTok en hoe je dat doet en wat je daar allemaal mee doet. Maar eerst een heel eenvoudige vraag. Hoe gaat het met u? Moe. Oké. Okay. Moe. Slaaptekort. Slaaptekort. Ik heb enorm veel slaaptekort, omdat ik gewoon te weinig slaap. Het is verloren tijd, slapen. Ik kan mijn tijd nuttiger besteden dan aan slaap. Denk je dat echt, dat slapen verloren tijd is? Goh, de dag is 24 uur, hè. Klopt, maar als je daar 8 uur van slaapt, dan heb je nog tijd genoeg om je goed te voelen. Oh, ik weet niet wanneer ik nog eens 8 uur heb geslapen. Ja, ik probeer dat toch iedere dag te doen, maar... Op een dag gaat dat niet meer. Nee? Ik gun je die dag. Dan zie je, dan snap je dat. Ja, we zullen zien, maar ik vind slaap heel belangrijk in de manier hoe ik me voel. Maar als je dat niet nodig hebt, sommige mensen hebben maar 4 uur slaap per nacht nodig. Hè? Ik denk dat ik wel iets minder slaap nodig heb dan iemand anders, maar ik slaap nog altijd te weinig. En dan zit je hier, zo, nu, om 11 uur 's ochtends. Ja. Eigenlijk al 10 uur was ik hier, maar... Je wacht weer stipt op tijd, hè, vriend. Altijd stipt op tijd, dat is belangrijk, hè. Kun je eens uitleggen wat je juist doet met TikTok? Met TikTok, op TikTok. Ja. Mijn excuses. Ja, doe ik je mijn excuses. Hallo? Pakjes, ja, ik kom ze pakken. Christian krijgt ook erg veel pakjes aan. Oh, sorry. Nee, geen probleem. Pak, 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 pak. We zijn nummer 1! We zijn nummer 1! Oh my god, ik ben nummer 1! We kunnen verder gaan met het interview. Kort, nog... kleine onderbreking. Komen er nog pakjes aan vandaag? Er zijn 2 pakjes geleverd. Ik weet het niet. Misschien dan terug gaan over die TikTok. Hè. Wat doe je nu juist op TikTok? Hoeveel tijd steek je erin? En hoe pak je dat juist aan? Hoeveel tijd ik erin steek, dat varieert van dag tot dag. De ene dag is dat veel, de andere dag is dat weinig. Maar wat ik op TikTok doe is... ik beschik over de mogelijkheid om andere mensen... via een online medium een goed gevoel te geven of een beter gevoel te geven of hun zorgen even te vergeten door een beetje te laten meelachen en mee te nemen in mijn onnozeliteit of in mijn dingen die ik doe. En ik profileer mij soms wel als iets onnozeler online, ja. Of als iets dommer of iets onhandiger dan dat ik echt ben. Omdat de mensen daar, ik weet dat dat niet alleen aanslaat, maar mensen appreciëren dat mensen zich grappen van ziet hem nu weer doen, ziet hem dan nu suggelen, dat kan hem toch niet. Ik heb het gevoel, vroeger op Instagram, dat dat meer was dan nu op TikTok, of ben ik daar helemaal verkeerd in? Op Instagram was dat meer de dagdagelijkse dingen die ik deed, die ik gewoon stelselmatig deelde via stories, vooral via stories. En ook echt dingen opzocht om op te vallen. Gelijk dus naar een extra decadent feestje te gaan. Of naar Circuit van Zolder. Of ergens van bepaalde wandelroute opzoeken die wel chic is. Maar daar veel bloemen zijn. Of verre weides. Of dingen zo die zo waarvan dat mensen zoiets hadden van... Ja, wauw, kijk waar hem nu weer zit. Ja. Kijk, we zijn nog aan het opnemen. We zijn nog in orde. Ja. Oké. Okay. Ja. Omdat ik ben dat de verbinding misschien verdwenen. 250 meter. Ja, omdat dat door de... We gaan dat hier kunnen zien. Als dit hier alle twee nog draait, zit je... Ja, oké. Okay, test 1, 2, test. Jazeker. Die werken nog. Oké. Okay.
Dat was dus stories, ik zocht dingen op. En dan nu op TikTok is dat weer iets anders. Ja, op TikTok is dat... ik ga vooral... dingen die ik doe op TikTok, vroeger was eigenlijk filmpjes posten. Vooral ludieke filmpjes, pranks, grappige filmpjes. Af en toe eens een dansje. Want ik ben er niet zo goed in die dansjes te leren. Maar... Dat is misschien dan ook weer juist het grappige. Dat je dat niet kan, ja. Maar toch neem ik dansjes toch op. Toch dat je dat doet, ja. Ja, en je ziet dat ik daar zo in stuntel. Dus toch weer grappig. Maar de laatste tijd wel... TikTok het meeste voor gebruik is dus voor live te gaan. Ja. En dankzij dat live gaan... probeer mensen hun zorgen een beetje te laten vergeten. Een uur of twee, de moment dat die naar mijn live kijken. Maar het is eigenlijk in twee richtingen. Want ik vergeet ook mijn eigen zorgen. Ze zeggen wel fake it till you make it. Je kunt niet een hele dag depressief en zielig doen voor een camera. Maar het is ook moeilijk om heel de dag heel blij te zijn voor een camera. Dat lukt me. Dat lukt me. Ja? Ja, dat lukt me. Quasi. Bijna altijd. Om heel de dag blij te zijn. En ik ben daar zo goed in dat ik mijn eigen wijs gemaakt krijg. Maar als je dan, pakt 5, 6, 7 uur live gaat en je hebt de hele tijd zitten komen aan en blij zijn en onnozelen en je zet die live af en je zit hier in je appartement, heb je dan niet het gevoel van, oef, ik mis weer iets? Of is het van, ja, ik ben blij, ik heb iets gemaakt, ik heb weer mensen een leuke tijd gegeven die gekeken hebben? Als ik die live afzet, dan ga ik in de zetel zitten, ik zet geen muziek op. Ja, de ventilator zet ik af van de mode en zo, de koeling. En dan zo echt... Ja, want uw lives zijn wel heel intensief, hè? Ja, heel energiek, heel intensief, ja. En waarom doe je dan lives? Want we hebben heel veel bekende TikTokkers. Ik denk eens aan Celine en Michiel daar. Ja. Die hebben miljoenen volgers. Nu, die komen nooit niet live. Maar die plaatsen wel enorm veel video's. Wat is dan het verschil tussen zo iemand... Zo'n koppel en jij. Die staan onder een agency. Die filmpjes die gepost worden, die worden gepost en geplaatst door een agentschap. Oké. Okay. En die proberen in elk filmpje een sponsoring te doen. En ik word niet gesponsord. Doen niks voor niemand. Zijn er al vragen gekomen om gesponsord te worden? Ja, dat wel, ja. En je houdt dat speciaal af, of? Ja, ik ga daar niet... voorlopig ben ik daar nog een enkele keer op ingegaan. Qua sponsoring. En waarom? Ik zie het nut er niet van in. Geld? Ja, maar die vragen meestal zo... Bijvoorbeeld, ik ben nog gecontacteerd geweest door AirUp. Heel bekend over YouTube, AirUp, 10% korting. En heel veel YouTubers en TikTokkers, AirUp. Maar ik heb AirUp, hè. Ik gebruik dat en ik gebruik dat in mijn live en zo. En zo hebben die dat gezien. En er is iemand die van binnen AirUp mij persoonlijk heeft gecontacteerd. En van, die wou van alles uitwerken. Maar ik heb dat een beetje laten doodbloeden. Mijn excuses. Je noemt jezelf of iemand heeft u de Prins van Hasselt genoemd. We zien daar Prins van Hasselt staan. Ja. Hoe komt je daaraan? En dat is eigenlijk... ik zeg online, zeg ik altijd, ik ben ermee geboren. Dat is wat ik online zeg. Het is dus niet dat je in de carnavalvereniging zit ergens of zo? Nee, het heeft helemaal niks met carnaval te maken. Een heel lange tijd geleden werkte ik bij mijn vader in de bank. Ik verdiende toen goed geld. Ik verdiende toen 5.000 tot 8.000 euro per maand. Maar dat is wel al heel wat jaren geleden. Hè? Ik wou graag populair zijn. Ik wou graag bekend zijn. Dus ik ging heel veel op stap en ik trakteerde heel veel overal. Ik kwam met mijn flessen en dit en dit. Al mijn geld bijna op. Ja. En zo is het een beetje gekomen. Prins van Hasselt. En waar is onze prins? Maar dat zijn geen vrienden natuurlijk. Hè. Dat zijn gewoon mensen die van u willen profiteren. Dat zijn gewoon mensen die rond u hangen. Die erbij willen horen of omdat je veel geld spendeert. En dat is dan vroeger, maar ja, nu... dat was nog voor Instagram, nog voor social media. Oké, maar nu, met social media, met TikTok en Instagram, je hebt redelijk wat volgers. Heb je dat gevoel nu ook, dat er mensen rond je hangen? Als we je lives kijken, zien we regelmatig veel volk binnenkomen.
Ja. Heb je dat gevoel ook dat er nu van je geprofiteerd wordt? Of heb je nu zoiets van, nee, ik weet iedereen wie ik er binnenlaat, die staan achter mij en die zijn vriend of vriendin? Of... Je weet het nog op voorhand. Je weet het nog op voorhand. Er zijn al gevallen geweest waar mensen een bepaalde tijd hier mee live zijn geweest en mee voor de camera hebben gestaan. En dat die dan opeens niet meer komen. En opeens zelf beginnen live te gaan en... En vind je dat een probleem? Want... Ja, ik vind dat niet fijn, hè. Wat zou je nu doen als morgen TikTok zegt van... Hup, we stoppen ermee. We hebben de situatie van Trump gehad een paar jaar geleden. Die zei TikTok, dat mag niet in de westerse gemeenschap komen. We sluiten dat af. Wat zou je doen? VPN. En toch op TikTok gaan? Jazeker. Ook al weet je dat je waarschijnlijk geen kijkers meer gaat hebben, want een VPN... 90% van de kijkers en van het publiek op TikTok weet niet wat dat is. Ah, dan ga ik terug naar Twitch. Zou je Twitch doen? Ik heb Twitch gedaan. En waarom... Ik deed aan alle vereisten om partner te worden en die mijn partnership geweigerd. Ja. Ik heb een mail teruggekregen dat mijn statistieken ongeloofwaardig waren. Omdat ik op zo'n korte tijd zoveel was. Maar ik had gewoon al mijn kijkers en mijn gifters van TikTok overgeheveld naar Twitch, één per één. Ja. Oh, dat is zo ingewikkeld en dat is zo moeilijk en wat moeten we daarmee doen? En vraag aan die en die en die en die en die leggen je alles uit. Als je welk knopje, plusje, tekentje, elk icoontje dat je wilt weten, dan leggen we moderators uit. Vraag het maar, vraag het maar. Ja. En dat was een succes. En ik had gemiddeld van meer dan 100 kijkers en reacties en alles. Want je moet je aan bepaalde vereisten voldoen voor partner te mogen worden. En dan heb ik een aanvraag gedaan, partnership. Ja. En dan moet je 12 pagina's invullen, weet ik veel allemaal. Een kameraad heeft het voor mij gedaan, die de moeite doet voor dingen te lezen. Ik lees niet graag. Kids, stay in school. En dan minder dan 24 uur later had ik... gezegd dat ik op een later tijd nog maar opnieuw moest proberen. Ja, okay. Zonder de reden, hè? Want heel veel mensen die krijgen een reden toe. Ja. Te eenzijdige content of te agressief of de setup ziet er niet professioneel genoeg uit. Heel veel mensen krijgen ook effectief in die mail, als ze geweigerd worden, hun werkpunt. Ja. Bij mij stond er niks. Gewoon geweigerd. Oké. Okay. En zou je dan Twitch doen puur om het contact met de kijkers of puur om te gamen? Want Twitch is vooral een gamingkanaal, hè? Ja, ik ben een gamer, dus... Ja? Ja, wat spellen speelt je dan? Shooters, Call of Duty, Battlefield, maar ook City Builders, SimCity, zo. Gamet je veel of heb je daar geen tijd meer voor? En voor het moment game ik te weinig. Oké. Okay. Steek veel tijd in TikTok. Waardoor dat ik het gamen op de tweede plaats zet. Maar TikTok is ook een hobby. En ik doe het met plezier, ik doe het met heel veel liefde. Ja. Waardoor dat, je moet keuzes maken, hè. Uiteraard, een dag heeft maar 24 uur en als je er al 2 van slaapt, dan heb je toch nog maar 22, hè. Dat is waar. Misschien nu een serieuzer onderwerp. Vorig jaar... Is noodlot toegeslaan, is uw vriendin overleden in een auto-ongeluk? Inderdaad. Wat heeft dat met u toen gedaan? Dat heeft van mij een nieuwe mens gemaakt. Ja? Ja. En op welke manier? Je gaat dingen... Je gaat gewoon alles anders bekijken. Alles gaat je anders bekijken. Hoe je de straat oversteekt tot... een glas drinken inschenken. Je kunt nog drinken inschenken, je kunt nog de straat oversteken, je kunt nog doen. Je moet dat alleen doen. En er zijn mensen die dat niet meer kunnen doen. De persoon die dan overleden is. Mm-hmm. Voor mij was dat... Ik denk... Hoe is het bijvoorbeeld een been verloren zijn of een arm verloren zijn? Dat is verwaarloosbaar dan iemand verliezen waar je naar opkijkt. Ik keek heel hard naar haar op. Ik heb dat wel te weinig gezegd, dat ik naar haar opkeek.
meestal. Maar die voelde dat wel, die voelde dat wel. Ik was heel fier op haar. Ja. Op de dingen wat die deed en haar ideeën en haar doorzettingsvermogen. Hoe positief dat zij in het leven stond, verdiende ze dat niet. Die stond echt op positief in het leven. Ja. Die zat echt vaak in een shit situatie, waar die toch nog altijd de positieve dingen van kon zien. Ja. Dat ik zei van, wauw. Ik kijk echt van, echt, wauw, hoe jij dat, hoe jij kunt blij zijn, hoe jij kunt daar niet aan denken, hoe jij... Ja. Hoe stelde je die vraag? Vorig jaar sloeg het noodlot toe. Ja, en kregen we het horen dat ze overleden was. Het noodlot, ja. En... Kunt er niks aan veranderen? Was opslag. Opslag dood. Ja. En het was met een auto en een vrachtwagen, als ik me goed herinner. Ja. Ze is met de wagen onder een vrachtwagen terechtgekomen. Toen dat nieuws... Hoe heb je dat nieuws gekregen? Ik heb er nog nooit online iets van gezegd, weet je dat? Nee. Dus dat is de eerste keer dat ik er iets van online zeg. Maar ik ben er altijd wel van plan geweest om mijn verhaal te doen of om daarover te praten, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Wat er gewoon nog te vers was. Ja. Ik was rustig aan het fietsen. Op de home trainer. Serietje aan het kijken op Netflix voor de televisie. Aan het werken aan mijn overgewicht. En ik had al gestuurd. Ik had al gestuurd met die antwoord. En ik dacht, dat kan toch niet. En ik had gezien, want ik kan zo zien op haar gsm waar dat zij zat. En die stond stil op de straat. Ik dacht, maar Leo, is die aan de kant gezet? Of zou er iets gebeurd zijn? Of ik zei, dat kan toch niet? Ik stuur die 40 minuten, ik zeg, hé, al 40 minuten dat je niet hebt geantwoord. Hij zegt, wat is het gaan doen? Waar hangt je uit? Geen antwoord natuurlijk. Ik dacht, kom aan, wat is er gebeurd? Ik zeg, ik ga eens kijken op internet. En ik zoek op internet, accident, witte auto, autostrade, E313. En ik zie daar een foto. Dat leek op mijn auto, maar helemaal kapot. Ik dacht, nee, dat kan niet, dat is niet mijn auto. En ik bel naar mijn schoonmama, de mama van Kelly. Ja. En ik zeg, Christel, ik weet niet, hè, maar heb je Kelly nog gehoord? Heb je nog... Want ik heb je zo, dan heb ik een screenshot doorgestuurd van, dat zou dat mijn auto zijn? Zou er iets gebeurd zijn? Zij ook probeert te bellen, ook geen gehoor. Ik ga een beetje water nemen, maar ik zeg. Nee, geen probleem. Dus. Haar mama gebeld. Zou er iets gebeurd zijn? Ik weet het niet. Hoor eens rond. Oké, dus ik bel naar. De snelwegpolitie. Zeg, is er iets gebeurd? Is er een accident gebeurd of zo? Want ik heb mijn nummerplaat doorgegeven, de kenmerken van mijn wagen. Ja, nee, daar vinden we niks van terug. Maar we kunnen daar sowieso niks van geven, van informatie. Dan moet je naar de dienst ter plekke bellen. Ik zeg, ja, geef die nummer dan maar. Ja, maar dat is niet, we doen dat daar naartoe gebeld. Ik denk dat er iets ernstigs gebeurd is. Geef me die nummer, ik moet erop bellen. Ik zeg, ik ga er gewoon één keer op bellen, zeg ik, als die niet oppakken. Oké, is goed. Ik ga dat nummer nergens publiceren of weet ik veel wat. Zeg, dat is gewoon nu voor mijn eigen gewoon. Die hoorde dat ik wel heel serieus was en heeft die nummer gegeven. Heb ik daar naartoe gebeld? Geen gehoor. Ja, oké. Ik dacht, stel als er iets ernstig met haar gebeurd is, ja, dan wordt hij gewoon naar het ziekenhuis gebracht. Dus ik keek op de GPS waar dat accident gebeurd was. Ik belde naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vragen... ik belde daar, ik zeg, maar wij zijn geen spoedkliniek. Als er mensen worden binnengebracht, dan is dat nooit bij ons. Ik zeg, ja, maar het is op die plek gebeurd, waar zouden ze haar dan wel naartoe brengen? Ja? Met in het gedacht van, er is iets ernstig gebeurd, we zullen wel zien. Ik dacht, ik was al aan het denken, hoe ga ik daar geraken in dat ziekenhuis? Want we hebben maar één auto.
Ja, de mogelijkheden zijn, ik denk dat hij zei diest en geel, denk ik, weet het niet. Dus ik belde naar dat eerste ziekenhuis. Is er een Kelly Scheppers binnengebracht, een blonde, zo groot, redelijk mager, tenger. Ja, nee, er is geen Kelly, ook niet van een accident op de autostraat op de E313. Nee, daar is niks van binnengekomen. Oké, goed. Ik zeg, oké, is goed, dan belt naar het volgende ziekenhuis, hè. Ik leg neer en de bel gaat. En ik zie iemand van de politie voor de deur staan in de kamer. Ik dacht, nee, dat meen je niet. Dus ik pak die horen af, ik hang die horen terug op en ik ga in de zetel zitten. Ik zeg, nee. Ik zeg, wat zou er gebeurd zijn? Die belde opnieuw. Ik dacht, ja, ik moet die binnen laten. Ik wil het toch weten. Hè. Dus ik laat die binnen, ja, kom maar boven, derde verdiep. Ja. Oké, goed. En zei die politie, dat was een politievrouw die kwam binnen. Ik denk, hoofdcommissaris, officier, heel hoog, alleszins. Ja, meneer, je kunt misschien beter even gaan zitten. Maar ik heb toch wel nieuws voor u. En niet zo goed nieuws. Ik zei, weet je wat, gaat jij zitten, ga ik staan, ja, en als het slecht nieuws is, dan kan ik nog gaan zitten, ja. Oké, en die vrouw die zegt, ja meneer, u bent de partner van Kelly Scheppers. Ik zeg, ja, is dat uw auto? Ik zeg, ja. Ik zeg, zeg het. Ja, uw vriendin is overleden. Omgekomen in een auto-accident. Ik zei, dat meen je niet. En... ik wou niet wenen vandaag. Sorry. Ik zak door mijn benen. In mijn sportshort, in mijn witte t-shirt. Want ik was gewoon aan het binnenfietsen. Hè, dus niet gedacht dat iemand me in mijn kleren zou zien. Ik zak helemaal door mijn... door mijn benen. Kent je dat zoals een babyke zo weent zonder geluid? Zo. Ja. Zo was ik ook aan het wenen. Ik was aan het schreeuwen, aan het wenen. Zonder geluid. En op een gegeven moment... ik trad precies uit mijn lichaam. En ik zag mijn eigen vanuit de hoek van de kamer. Ja, zag ik mijn eigen op de grond liggen. En ik zag die vrouw in de zetel zitten. Ik zag mijn fiets staan. Ik had precies een overzicht van de ruimte. Ja. Heel, heel raar. Toen ik mijn eigen zag liggen, heb ik dan tegen mijn eigen gezegd van Christian, sta op, zet u. En dan heb ik gesmeekt aan die vrouw. Ik zeg, kunt je nog eens nakijken? Is dat wel de juiste... Zeg je zeker van, dat kan niet. Zeg, onkruid vergaat niet, we zeggen dat altijd tegen elkaar. Die zegt, nee, dus er identiteit is bevestigd. Dat is uw wagen, het is echt zij. Ik wou dat niet geloven, hè. Ik kan me dat inderdaad voorstellen, dat als iemand zoiets zegt dat je direct hebt van, ja, nee, dat kan niet, dat is niet waar. Ik wou dat niet geloven. Ja. En die vrouw die zei, ja, er is niemand die wou langskomen om dat te komen vertellen. Omdat ik heb heel wat volgers, ja, van binnen de politie. Omdat ik van Hasselt ben en de politiekorps hier in Hasselt is het grootste van Limburg. Die vrouw zei, er wou niemand naar hier komen. En daarom ben ik zelf gekomen. Dat apprecieerde ik wel. Maar natuurlijk, al mag de koning komen, dat nieuws wil je niet horen. Absoluut niet, nee. Absoluut niet. Dan heb ik haar mama teruggebeld. Wist die mama dat al, of nog niet? Nee? Dus jij hebt het nieuws aan, ja, de mama moeten brengen. Dan heb ik gezegd, ze zijn hier, ze zijn het komen vertellen. Ik hoorde die vrouw breken door de telefoon. Ja. Ik hoorde die wenen. Ik hoorde die schreeuwen. Zeg dat dat niet waar is. Zeg dat slecht grapje is. Zeg dat niet waar is.
jawel. Ik zeg, die vrouw zit nog hier van de politie. Heb je sinds toen ook van die politie of van iemand anders begeleiding of steun gehad? Ik heb dat aangeboden gekregen, maar... Je kent mij, hè. Ja. Ik kan alles zelf beter, hè. Alles wat je zelf doet, je beter, hè. Het is gewoon, maar in veel gevallen, wel. Maar in sommige gevallen... Mijn dokter, ik gebruik tot nu nog altijd, antidepressiva. En ik merk ook dat ik een heel pak negatiever, emotioneler ben als ik dat vergeet te nemen. Ik vergeet dat soms te nemen. Dus het helpt effectief wel. Ja. Ja, heeft wel een invloed op hoe ik mij voel. Ik herinner mij ook nog goed, hè, toen dat gebeurde, dus werd je heel geëmotioneerd en je plaatste zelfs op Instagram filmpjes waar je dan heel geëmotioneerd is met dat nieuws. Ja. En de begrafenis is zelfs live uitgezonden geweest. Ja. Is dat iets dat je zelf wou of de ouders wouden? Of? De begrafenis, dat was tijdens coronatijd. Ja. Dat was net in het moment dat je van 20 naar 50 mensen mocht uitnodigen op de begrafenis. Dus dat die begrafenis live is uitgezonden, dat is omdat elke begrafenis werd toen live uitgezonden. Oké, ja. Met 8 tot 20 kijkers of 50 kijkers. Aangezien de populariteit van Kelly, was dat bij ons, of was dat bij haar, 8000 kijkers. Ja. Gelijktijdig. Uiteindelijk is dat dan toch, denk ik, 90.000 keer is die begrafenis bekeken. Want je kunt die alleen maar bekijken via de link, hè. Ja. Je kunt dat niet opzoeken of zo. Dat staat nog altijd op YouTube, maar je kunt dat niet opzoeken. Nee, zonder link. Ja. Kunt je dat niet, heb je daar geen toegang toe. Ik moest het nieuws vertellen aan onze volgers, aangezien dat wij elke dag dingen posten op Instagram, op TikTok. De mensen hadden recht om dat te weten. Ik heb zonder nadenken heb ik gewoon mijn camera gepakt. Heb ik 50 seconden ingesproken. Ik heb gezegd, Kelly is overleden. Ze zal geen filmpjes meer posten. Ze zal niet meer live gaan. Ik weet dat heel veel mensen haar zouden gaan missen. Omdat tijdens corona waren wij dan zo eigenlijk... degene die het voortouw namen met mensen toch nog wat online te entertainen. Iedereen zat opgesloten. Waardoor iedereen verplicht op zijn gsm bezig zat en uiteindelijk toch allemaal bij ons, de goede mensen dan, toch allemaal bij ons uitkwamen. En dan gezellig meegenieten of mee chatten met de andere mensen in de chat of met ons met interactie gaan. Dus ik wist op voorhand dat heel veel mensen haar gingen missen. Ja. En ook om fake news tegen te gaan. Want er waren al mensen live gegaan dat er iets met haar gebeurd was en zo. En zonder feiten te weten, mm-hmm. om toch al een graantje mee te pikken van de sensatie. Ja, okay. Schandalig. Dat zijn mensen natuurlijk, hè. Schandalig. En dat noemen ze dan vriendinnen van haar toen. Was wat. Ik ga geen namen noemen. Dat is ook niet nodig in deze Q&A. We hebben het nu even over Kelly gehad, maar is er ook plaats voor iemand anders in uw leven op dit moment? Of sluit je dat volledig af? Ik denk niet dat ik daar ooit 100% klaar voor ga zijn. Als je thuis komt met een rapport van 95%, dat is ook goed, hè. Maar dat gaat toch wel gebeuren. Dat gaat wel gebeuren. Zijn je iemand die veel alleen kan zijn, of...? Ik ben graag niet alleen. En met mensen? Of echt specifiek iemand waar je thuis komt komen dat je s'avonds je... Ja, allebei. Mensen. Ik heb graag mensen rond mij. Dan voel ik me minder alleen. Dan denk ik ook minder aan wat er allemaal gebeurd is. En dan heb ik ook zo'n babbel en eens lachen en zo. En als dat onderwerp niet wordt aangehaald, dan lukt dat om daar niet aan te denken. Ja. Er zijn kandidaten waar wel een toekomst mee op te bouwen is. Waar ik de boot bij afhoud. Omwille van wat met Kelly gebeurd is, of dat je er nog niet klaar voor bent? Ja. Of omdat je gewoon niet zeker bent? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik de boot afhoud, ook niet. Ik kan niet zeggen dat is omdat
Dat heeft iets met verleden te maken of ik weet niet waarom ik de boot afhoud. Ik heb wel af en toe mijn pleziertjes. als er iets te vieren valt of zo. Ja. Als je ergens een top 1 pakt, ja. En natuurlijk, als je maar 2 uur slaap nodig hebt, wat doe je dan die andere uren buiten gamen, TikTok? Hè? Brainstormen. Kun je multitasken, hè? Nee, ik weet niet. De reden waarom ik nog geen... ik voel me er nog niet klaar genoeg voor. Ja. Om het te binden. Ja. Mensen rondom u zijn belangrijk. Maar wat vind je van u, de online mensen die je TikToks en je Instagram volgen? Wat vind je daarvan? Wat betekenen de fans voor u? Dat is de bepalende factor. Uw fans bepalen uw populariteit. Uw gifters bepalen uw populariteit. Dat zijn de mensen die je op handen moet dragen. En zeg je dat ook vaak in uw lives of in uw filmpjes? Of... Ja. Ja. Ik zeg letterlijk, ik zeg die woorden, zeg, zonder jullie sta ik hier niet. En... Jullie bepalen waar ik sta. Jullie bepalen waar ik... wat ik score of wat ik binnenkrijg. Of... En inderdaad, als dan TikTok, als je top 1 bent, heb je je fans nodig met gifts. Maar op Instagram is dat weer net iets minder. Hè? Ja, op Instagram kun je geen geld verdienen. Buiten als je sponsored deals doet of zo. Ja, maar dan moet je al zelfstandige zijn en zo. En... Ik heb gezien je TikTok bijvoorbeeld, daar heb je meer dan 130.000. Ja, ik denk het. Ik heb 2 accounts. Oké. Okay. En Instagram rond de 20, wat ja, nog 5, gigantisch veel is, hè? 25.000. Ja. Maar waar dat verschil dan? Steekt je dan ook effectief veel meer tijd in je TikTok dan je Instagram? Nee, TikTok is gewoon een betere app dan Instagram. Op welke manier? Het linken van mensen die mogelijk interesse in u hebben, ja, aan uw content. En dan, ja, en dan spreek ik over de For You-page. Ja, het algoritme. Het befaamde algoritme van Instagram en TikTok. Het algoritme van TikTok is gewoon 500 keer slimmer dan Instagram. Ik merk het ook aan mezelf. Ik doe mijn gsm open. Ik kom al direct in een live. Dat is al direct iemand en ik doe er al. Ik begin er al een paar muntjes te droppen. Ik stuur er al een kroontje. Dus ik begin al kleine dingetjes te sturen. Omdat dat iemand is die leuk is. Of omdat ik die kan helpen in een battle of zo. Of... Mm-hmm. En dan denk ik, wanneer ik dat aan het doen ben, dan denk ik. Oh, die TikTok is toch slim, hè? Oké, okay, ja. Maar dan zitten we weer in het battle gedeelte. En voor de top 1 te gaan en aan de ranglijst te gaan. Nee, maar gewoon als dat iemand is die... ik heb daar straks... Ik deed mijn gsm open en ik zag van voor iemand die was over een adventkalender aan het praten. Over seksspeeltjes. En die zat gewoon voor haar scherm. Die deed het doosje open. Daar zit zo'n mini vibratortje in. Die zegt dat ik heb die nog niet getest. Ja, en die heb ik dan ook zo een paar gifjes gestuurd. Nee, een paar gifjes gestuurd. Nee, een paar kroontjes gestuurd. Voor de mensen die het niet weten, Universe, dat is een enorm dure gift op TikTok. Hij is de specialist. Universe, hoeveel munten of hoeveel... Universe euro? Kost degene die dat verstuurt 35.000 munten. En als we dat in euro's ongeveer rekenen? Dat hangt er vanaf waar je dat koopt. Als je dat koopt via VPN in een ander land, is dat iets van €400. Als je dat koopt hier in België, is dat €600. Dat is al de moeite. Ja. Er zijn heel veel fans. Mensen die me volgen, waar ik ook wel naarmate het mogelijke, qua tijd, persoonlijk contact mee heb, die sturen ook een privébericht. En ik antwoord daar ook op. Soms antwoord ik pas een maand later, maar ik doe mijn best om, ja, toch zoveel mogelijk mensen te antwoorden, omdat ja, dat zijn mensen die naar mij kijken, of die krijgen een vraag niet gesteld, want als je live bent of... Ja, dat heb ik zelf ook wel gemerkt, als je Instagram iets naar Christian stuurt.
Nee, zeker een week of twee, drie. Misschien dat je een antwoord krijgt. Toevallig dan, omdat ik dan iets op je verhaal heb gezien of zo, dat ik dat dan geliked heb of dat ik iets erop gereageerd heb. En dan zie ik van ongelezen tekst, dan ga ik eens kijken en dan zeg ik, oeh, die heeft iets gestuurd naar mij. Ja. Omdat ik mijn meldingen gewoon heb uitstaan van Instagram, sinds dat Kelly is overleden. Ja. Want in die periode zijn daar zo tienduizenden privéberichten binnengekomen. Allemaal goed bedoeld, hè? En ook als ik nu nog berichten tegenkom van iemand van toen, dan zeg ik dankjewel voor de mooie woorden op 26 april 2021 van vorig jaar. Ik zeg oké, dat is wel al heel lang geleden, maar toch apprecieer je dat nog altijd nu je dat gelezen hebt. Dat je me toen enige deelneming hebt gewenst, dat je me toen een hart onder de riem wou steken. Dat is wel fijn om te herlezen. Ja, ja. We hebben dan onze fans en we hebben ook de haters, online haat. Doet dat iets met u of heb je nu al het van, of het interesseert me niet? Soms raakt me dat. Hoe vermoeider ik ben, hoe minder ik geslapen heb, hoe harder dat me dan raakt. Oké, okay, ja. Maar ik denk dat bij iedereen wel zo zal zijn. Dat je emotioneeler bent als je moe bent. Heb je veel haat of heb je zoiets van, wat het is al erger geweest. Het is al erger geweest. Ik heb moderators... Van goud. Ja, in TikTok dan? Op TikTok, ja. Ja. Voor de rest heb je niet echt moderators nodig. Want als die comments schrijven op je video's en daar staan 2000 comments, daar gaat je toch niet meer in lezen. Ja. Die reacties met de meeste hartjes, die komen van boven te staan, dus die lees je dan wel. Maar ja, je zit een boek aan het lezen, hè? Ja. 2000 reacties, als dat drie zinnetjes per persoon zijn, zijn 6000 zinnen. Ik weet niet hoeveel zinnen er in een boek staan, maar... Heb je nooit geen boek gelezen? Nee. Nooit een boek. Ik heb één keer in mijn hele leven een half boek gelezen. Ja. Oké. Okay. We gaan misschien niet te veel aandacht aan dat haters geven, want dat verdienen ze niet. Ik heb onlangs gezien dat mensen, en dat vind ik wel vreemd, een tattoo zetten van de prins van Hasselt. Ja. Hè? Dus we hebben daar prins van Hasselt, dat ze dat letterlijk op een lichaam tatoeëren. Zotte. Nee. Ik vind dat zot. Ik kan me niet voorstellen dat jij dat zot vindt, maar ik vind dat inderdaad. Ik vind dat een enorme eer. Ja. Ja. Er is nog niemand aan wie je dat gevraagd hebt van, hey, zou je dat willen doen voor mij? Absoluut niet. En heb je dat eens afgeraden aan iemand? Elke keer. Oké, toch. Elke keer. Van elke gebruik keer. Je gezond verstand, dat blijft er je leven lang op staan. Elke keer. In de meeste gevallen. Zeg, doe dat toch niet, hoor. Doe dat toch niet. Want hoeveel zijn er nu waarvan jij weet dat een tattoo hebben? Weet je dat? Ik denk een stuk of 15. Dat zijn we toch wel 15 erg hardcore. Sommige mensen hebben ook alleen maar PVH. Hè. Maar er zit wel wat variatie in. Een mooi handschrift, een diamant erbij. Of gewoon effectief gewoon bang, plein. Ja, plein het logo. Ik heb vandaag nog het logo op iemand gezien. Nice. Wat heel mooi gedaan is, absoluut. Maar ik kan er zelf gewoon niet bij. Alle respect voor die mensen, maar waarom je dat doet? Want, oké, social media, hè, je zit nu top 1 van België, maar voor hetzelfde geld zet je dit, op dit moment, volgend jaar, gewoon niks meer op social media. Dat kan. Want het kan van... Het kan ik geniet ervan zolang het duurt. Belangrijk. En ik besef dat dat ooit op een andere manier gaat zijn. Want het zal nooit volledig stil zijn. Want moest TikTok verdwijnen, ja. En dan ga ik gewoon verder op Twitch. Hè. Dan heb ik echt mijn artistieke vrijheid. Want als ik live ging op Twitch, ja ik had 1, 2, 3, 4, 5... Ik had daar 6 verschillende camera's in staan in 1 scherm en zo. Zalig. En van deze hoek en de gameplay van iemand die hier in de zetel aan het spelen was. En mijn gameplay, dus die twee gameplays overlappen elkaar met webcams. Met nog Street View voor de mensen die gameplay niet interessant genoeg vinden. Die dan de straat kunnen bekijken. Hoe dat de lichten veranderen van schemer naar donker. Als je vindt dat Christian terug op Twitch moet komen, laat eens een reactie achter in de comments. Want ik vind dat inderdaad wel erg knap. Ik kreeg die vraag nu alsmaar minder en minder, omdat het telkens langer en langer aan het duren is dat ik nog op Twitch geweest ben. Maar ik kreeg die vraag eigenlijk wel redelijk veel van, wanneer gaan we nog eens Lingo spelen? Wanneer gaan we nog Lingo. Eens Marble spelen? Maar Lingo, dat is het woord raden. Ja. Oké. Wanneer gaan we nog eens streampairs doen? Kent je dat streampairs? Nee. Dan moet je gewoon zo twee dezelfde. Ja.
Je krijgt 25 kaartjes, je moet de juiste omdraaien. Ja. Ja. En je kunt dan gewoon samen met heel je kijkers, kunt je dan... spelen. Ja, een raadje plaatje doen. Hè. En ja. Je moet dan gewoon die cijfertjes die je ziet, moet je gewoon in de chat tippen. Als je denkt dat 1 en 9 samen horen, ja, en het is juist, dan krijg je een punt. En zo krijg je de meeste punten. En, ja. Zet je nu al na aan het denken over van, oké, wat ga ik in de komende dagen, weken, maanden of zelfs jaren doen? Zet je plannen maken of zet je nu gewoon zeggen van, ik leef van dag tot dag en ik ga straks live en wat ik straks ga doen, dat weet ik ongeveer. Maar heb je nu ook een idee, ah ja, misschien moet ik hier vernieuwen of daar vernieuwen of... Dat vernieuwen, dat is niet dat ik zoiets heb van, ik ga me nu aan tafel zetten en we gaan eens nadenken, wat kunnen we vernieuwen? Dat gebeurt altijd gaandeweg. Ja, oké. Okay. Gebeurt altijd gaandeweg. Wat als... En meestal is dat in de manier van redeneren is altijd probleemoplossend. Van, ja, ik moet die mensen informeren, hoe kan ik dat doen? Ik kan beter een bordje gebruiken om daarop te schrijven. Ja. Okay, dat bordje is te klein, we kunnen beter met kleuren werken. Dat bordje, in plaats van dat vasthouden, ik ga daar een staander voor kopen. Ja. Betere lichten. Zo meestal van, hè, want als je zo langs twee kanten licht hebt, heb je een schone schaduw op jezelf. In plaats van één licht. Eén licht wat feller dan het andere. En het andere het één licht wat koeler en het andere wat warmer. Maar het is niet dat je nu bijvoorbeeld zegt van, ja, oké, ik heb nu TikTok-video's. We gaan daarop blijven werken. Of we gaan wat meer op Instagram. Of we gaan wat meer met YouTube. Of met iets helemaal anders gaan we iets doen. Daar heb je nu geen plannen voor. Ja, ik ben eigenlijk wel op zoek naar iemand die video's op YouTube zou maken voor mij. Dat die, ik zeg maar iets, mij 20, 30 minuten filmt. Iets in elkaar steekt van, ja, vandaag gaan we die challenge doen. En jij moet hier nu deze vieze dingen proeven. En die filmt dat en voor mij houdt het daar op. En die persoon die trekt zijn plan en die gaat allemaal bewerken en in elkaar steken. Gastheer zijn in plaats van technisch alles doen. Puur tijdsgebrek, hè. Dat is puur tijdsgebrek, hè. Omdat ik vind dat fijn om erin te prullen en zo, die filmpjes aan elkaar te maken. Ja, want ik heb juist uw computer en uw streamdeck gezien en ik moet wel zeggen dat ik lichtelijk jaloers ben op hetgeen dat daar staat. Stof te vreten. Dat is nog het ergste, stof te vreten. Ja, ik weet. Ik hoop dat je me zelfs een demo kunt geven van al die dingen. Ja, dat wil ik wel doen voor u. Ja. Ja. Okay. Misschien de laatste vraag wat ik heb voorbereid. Daarna gaan we naar de vragen van de kijkers. Want we hebben ook aan de kijkers gevraagd om vragen via Instagram door te sturen. En waarvoor mijn dank. En er zijn heel wat vragen binnengekomen, wat heel erg leuk is. Welke tips zou je nu aan jongeren of mensen willen meegeven die beginnen met social media? Zou je zeggen, begin denk op TikTok. Facebook is al eigenlijk een dinosaurus, dat gebruiken al veel mensen niet meer. Of YouTube, of wat tips zou je meegeven aan iemand die wil beginnen met TikTok te maken, te streamen? Als je er niet vanzelf inrolt, gaat het heel moeilijk worden. En daarmee bedoel ik, stel je bent een goede skater. Ja? Je bent een goede skater en je maakt trucjes voor je vrienden. En je vrienden zeggen, hey, laat me dat filmen. Ja. Of laat me dat in slow motion filmen. Mm-hmm. Zet dat online. Dan heb je gewoon raw data online gezet. Mm-hmm. En dat slaat aan. En mensen vinden dat nice. En zeggen, oh, hier is de Dieter. Ja. Je ziet wat die kan op zijn skateboard. Okay. En mensen gaan kijken. Ja. Maar je hebt mensen die zeggen, ik wil een YouTuber worden. Of je hebt mensen die zeggen, ik wil een bekende TikToker worden. Met wat? Wat gaat je brengen? Wat gaat je doen? Ja. Heb je al eens gezien wie je concurrentie allemaal is? Gaat je dan zelfs zo ver om eens te gaan kijken van oké, we gaan nu eens op TikTok kijken. Wie is mijn concurrentie? Wat wil ik doen? Wat doen die mensen? Gaat je zo ver? Want als ik iemand praat... Ik kijk heel veel naar andere mensen, hun lives, puur om te leren. Oké. Dat is een directe tip, hè. Kijk door naar andere mensen hun lives om te leren. Door naar andere mensen hun lives te kijken, leer ik vooral wat je niet moet doen. Ja, oké. Okay. Dat ik denk van, allee, hoe zit die nu in zijn... Je weet toch, dat ik, als ik zie dat iemand zo live gaat, dat ik denk van... de onderkant filmt en de neusgaten ziet. Dat ik denk van, wauw, vriend. Ja. Als je jezelf zo filmt, heb je al geen driedubbel kin. Ja.
heb je misschien al 10% meer kijkers. Ja. Mensen vinden het misschien wel interessanter om iemand zo te zien dan iemand zo te zien. Ja, ja, maar dat, dat klopt. Maar, klopt. Dat is nu maar een simpel voorbeeldje, snap je? Ja. Maar er is geen ultieme tip dat je zegt van kijk, maak content, blijf content maken, probeer je te vernieuwen. Volhouden. Als je als TikTok je droom is of als YouTube je droom is, gewoon volhouden. Dat komt wel. Ja. Dat komt wel. Als dat uw droom is, dan komt dat uit. Als dat echt uw droom is. Want als je er op een gegeven moment mee stopt, dan was dat niet uw droom genoeg. Ja, oké. Okay. Dan was dat niet droom genoeg. En over volhouden gesproken, hoe lang ben jij bezig geweest om tot op dit punt te geraken? Als ik je ga zeggen, afgelopen zondag ben ik live geweest. Op de piek had ik bijna 2000 kijkers. Ja. Ja. Dat is veel. Dat is heel veel. Veel. Ja. 2000 Nederlandstalige kijkers. Ja. België-Nederland. Dat is echt... Ik denk dat iedereen die zijn gsm aan het gebruiken was, in mijn live zat bij wijze van spreken. Ja. Omdat, dat is maar een klein potje, hè. De Nederlandstalige community. Vroeger ging ik live voor 4, 5, 6, 7, 8 mensen, hè. Ik probeerde toch nog een fijne live te maken voor die 6 kijkers. Dat we vroeger deed ik challenges. Als we 20 kijkers hebben, dan spuil ik een fles champagne van het terras af. En was dat toen ook al belangrijk voor u, die kijkers verhogen? Of had je toen meer zoiets van, ik ga me amuseren en we zien wel waar het brengt? Want als je dat niet gaat hebben, dan denk ik wel dat je heel snel gaat zeggen van... Dan gaat je heel snel afhaken. Ja. En dan was het, niet droom genoeg. Ja. Denk ik. Dus het is deels mijn perceptie. Voor, deels voor de kijkers, maar ook deels voor... Ik amuseer mij. Ik amuseer me vanaf de dag... Ik amuseer me de dag vandaag daar nog altijd mee. Ja. Ah ja. En wel minder als jaren geleden. Omdat ik... de beste hulp die je maar kunt indenken. Ja. Niet meer hebt. En die was echt wel... Die was echt geliefd, snap je? Kelly was eigenlijk populairder dan jij, hè? Dat hoort hem niet graag. Ik denk het wel, niet? Qua filmpjes wel. Qua filmpjes wel. Maar niet in qua live gaan. Qua live gaan... Nee, oké. Okay. Nee. Dat duurde te lang voor haar. Dat is te veel. Ja. Zij deed ook meestal, als we zo 24 uur live gingen, zij deed ook meestal de nachturen. Wanneer ik dan nu nog 4, 5 ging slapen... Christian, het is tijd geworden voor de vragen van de mensen eens te gaan beantwoorden. Ah ja. Heb je iPhone bij? Is dat de iPhone 14 Pro Max in paars? Nee, dat is de iPhone 13 Pro Max, lichtblauw. Had jij niet ook een iPhone 14 ergens? Ja. Ik heb die gekocht, ja. Maar ik ben die nog niet aan het gebruiken. Zo'n maand geleden kan dat ongeveer? Ik weet het niet, hoe lang is dat geleden? Even 16 september. 16 september, dat is een maand en 5 dagen. Ja. Heb je hulp nodig of zo met die iPhone? Want ik ben er wel redelijk goed in. Ik kan je daar misschien wel mee helpen. Wat weet jij van iPhones? Het een en het ander. Grapje. Moet ik die open doen voor uw video? Nee, je mocht die op uw TikTok open doen. Ik denk dat dat interessanter is voor uw TikTok-viewers dan voor mij. Hè. Maar ik wil wel dat je de volgende keer dat ik u zie, dat je toch die iPhone 14 gebruikt, hè, man. Ja, dat is goed. Dat gaan we dan wel heb doen. Je een betere camera voor je filmpjes te maken. Nou, misschien heb je gelijk. Is dat? Ja, selfie-camera is verbeterd. De voorkant is verbeterd? Voor- en achterkant. Beide camera's zijn beter geworden. Oké. Okay. Dat is wel goed voor als je de eerste keer in 5 of 6 jaar dat de selfie-camera verbeterd is. Amai. Ja. Dat wist ik niet. Dat had je wel eerder moeten zeggen, hè. Ja, jong. Dan zie je er nog beter uit op beeld. Zo, jij mocht de vragen of moet ik de vragen kiezen? Zal ik misschien de vragen kiezen? Dat is misschien het veiligst. Ja, dat is misschien zo. Kimmetje X vraagt nog eens afspreken. Kim, binnenkort. Jazeker. Hoe gaat het met jou? Die vraag heb je me ook al gesteld. Heb je nog contact met het kleine meisje? We zitten nog altijd in rechtszaken om... bezoekrecht te krijgen of hoe heet dat? Of
Ja, dat je ze mocht zien. Dat ik ze mag zien. Hoe gaat het nu echt met jou? Hoe is het nu oprecht met jou? De mensen willen precies weten hoe het met u gaat. Mensen vragen ook regelmatig, hoe is het nu echt met u? Ik zie hier nu van Chris Brankook en van Elientje P. Dat is trouwens de dochter van de burgemeester van Herenstad, Elientje P. Ex-burgemeester ondertussen wel. Hoe is het nu echt met jou? Die vraag krijg ik wel vaker. Ja. Omdat mensen weten dat als ik live ga, dat ik een show opvoer. Ja. Maar dat ik van binnen nog altijd niet... Ja. Van binnen ben ik nog altijd gebroken. Ja. Ik weet nog altijd met muziek... ik moest onlangs beginnen met een liedje van Mark with a K, Forever Young. Ja. Ja. We kennen allemaal nu wel iemand die voor altijd jong zal zijn en die nooit meer verjaart. Heb je een nieuwe vriendin? Dat heb ik net al op geantwoord, denk ik niet. Ik heb geen relatie met niemand, alleszins. Ja. Geen vraag, maar je bent super tof. Een echte topper. Zo'n ding is misschien niet voorlezen. Binnenkort heeft hem nog een dikkere nek dan dat hem nu heeft. Ik krijg geen reactie. Wanneer krijg je uw verstand terug? Ja, Christian, wanneer krijg je uw verstand terug? Leg dat eens uit. Zonder de naam te zeggen wie dat geschreven heeft. Dat is iemand die me mist. En, dat is dus niet kwaad bedoeld. Hè? Dat is niet bedoeld van lomperik, nee. Het is echt van... Van wanneer gaat het terug? En wanneer gaat je eens logisch beginnen na te denken. Ja. Verstand komt met de jaren. Dat is misschien het antwoord op die vraag. Tijd. Komt tijd, komt raad. Dat is inderdaad. Kan je ook zonder social media? Tuurlijk. Ja? Als social media morgen wegvalt, ja. Maar gewoon algemeen wegvalt, ja, ja. Dan moet iedereen dat doen. Hè. Wat doet je anders dan? Ja, maar terug naar buiten, dat hè? Zou wel een heel grote aanpassing zijn. Hè? Want nu zit je zoveel uren per dag aan dat te besteden. Nu, heel veel mensen besteden daar heel veel uren aan de dag. Als je het nu maakt of bekijkt, ja, ik denk dat het een probleem gaat zijn voor heel veel mensen als dat weg zou vallen. Ja, mij ook. Als een creator. Een influencer. Nee, dat is een lelijk woord. Hè. Ik denk dat ik dat aan het begin van deze video heb gezegd. Influencer. Ik ben geen influencer, Rikke. Weet je waarom? Omdat je niks aanraadt. Nee, ik vind dat sowieso wel een lelijk woord, een influencer. Hm. En want... Was influencer, dat komt van to influence. En to influence betekent beïnvloeden. Ja. Je gaat actief mensen beïnvloeden. Nee, dat wil ik niet. Nee. Mensen hebben hun eigen keuze. Mensen hebben hun eigen goesting, hun eigen gedachten. Dat is eigenlijk het woord dat nu meer komt, content creator. Inderdaad, wel iets beter gekozen. Ja, maar ik wil geen influencer zijn. Ik wil geen mensen beïnvloeden. Ik wil mensen een leuke tijd bezorgen. Ja. Wanneer nog eens een meet and greet? Vandaag en zondag. Maar vandaag, deze video gaat waarschijnlijk pas volgende week online komen, dus vorige week. Vandaag, vrijdag 21 oktober, waarschijnlijk in het avondleven op Dussaarplein. En zondag iets voor de minderjarigen, voor de mama's die met hun kinderen kunnen komen. Een soort van meet and greet. Echt? Maar ik weet nog niet waar. Ik heb geen tijd gehad om dat goed te plannen. Ja, kun je dat niet beter plannen voor volgende week of zo? Dat die mensen zich er ook naar kunnen schikken? Dat kan wel, ja. Zou je ooit in het buitenland willen gaan wonen? Ik zou heel graag in zo'n buitenlanderstoren gaan wonen in Thailand. Daar ben ik dan de buitenlander, snap je? Ja, ja, ja. Je hebt zo van die hele grote wolkenkrabbers met allemaal appartementen zo. En om de 4, 5, 6, 7 appartementen een zwembad. Echt van die wolkenkrabbers waar je echt zo chic kunt wonen voor niet te duur eigenlijk. Ja. Wat je hier betaalt voor een huis, heb je daar echt een luxe duplex, triplex met zwembad, alles erop en eraan. Echt wel, en dan een warm klimaat. En op zich, hè, als je content creator bent, kan dat op zich wel. Hè? Breng me niet op ideeën, Chris. Ja, want je maakt content, je kunt daar geld mee verdienen. En het is niet zo dat je gebonden bent aan deze plaats. Je kunt perfect in het buitenland content gaan maken. Hè? Dat is waar. Dat is het mooie aan, als je dat een beroep mocht noemen, voor sommigen wel, voor sommigen nog niet, ja. Dat je video's maakt of content maakt, waar dat je bent, zolang je volgers hebt en kijkers hebt,
Ja, ik weet het. Zo was er, ik ken iemand die redelijk populair was en redelijk wat geld verdiende. En die woonde in een bos in een tent. En die laadde dan zijn gsm op met zonnepaneeltje. En die ging dan live zolang als die... Okay. En ja, die verdiende toch wel, ik denk, €1000 per week of zo. Dat is mooi. Ja, dus dat is... geen vraag, maar terecht de top 1 van België. Lotse. Strijder. Strijder. Dat streelt zijn ego. Dat streelt mijn ego. Wat is je verborgen talent? Geef eens een voorbeeldje van een verborgen talent. Ik ben nogal een, omdat iets ik ben nogal een open boek, snap je? Ja, ja, ja. Iets dat de mensen niet weten van u dat je goed kunt. Comedie spelen, maar dat weten ze al. Gamen, dat weten ze al. We hebben hier net, kwam hier binnen en we waren aan het praten over zijn vriendin die overleden is. En vroeger was het altijd, het woordje, of het zinneke, wat zeg je altijd? Ik kan dat niet zelf. Ik kan dat niet zelf. Hij kon niks, zijn haren niet doen, zijn boterhammen niet smeren, hij kon niks. Nee. Dus ik weet niet, als hij zoveel verborgen talenten heeft, misschien, maar ik heb ze ook nog niet gezien of gevonden. Ik kan fonteintjes maken. Ik weet niet of we daar extra uitleg bij moeten geven. Voor de kinderen die zouden kijken, sorry. Laat je buik eens zien. Dat staat hier tussen. Dat ga ik echt niet doen, hè. Ja, bespaar ons dat, de mensen. Niet echt een vraag. Ik wil zeggen dat je een echte topper bent. XX Kiyomi. Kiyomi'tje. Hoe heb je TikTok leren kennen? Via een vriendin. Heb ik TikTok leren kennen? Kylie Moonkitty, dat was de eerste persoon die ik volgde op TikTok. Okay, okay. En die had bijna 100.000 volgers of bijna 200.000 volgers. Oh. En die had op haar Instagram story gezet. En toen dacht ik, ik zal wel een account maken. Weet je, ik ga ook een account maken en heb je weer een volger erbij. Oh. Als ik je met 0 euro zo kan helpen, ja. Voilà, waarom dan ook niet? Gebruik je drugs? Nee, nee. Ik durf dat niet. Ik heb wel al heel vaak willen experimenteren of eens mee willen doen, omdat er is toch wel wat druggebruik rond mij geweest in het uitgangsleven. Ja. Dat was nog de periode voor corona. Maar ik durf gewoon niet. Ik ben heel verslavingsvatbaar. En dus als je dat van je eigen weet, moet je daar beter vanaf blijven. Ja. Want je zit na één keer al verslaafd, dus ik durf gewoon niet. Ja. Hij zit heel goed de vragen te bekijken en zijn eigen te denken van dat ga ik niet zeggen. Ja, nee, dat is te fel allemaal. Iemand vraagt, ben jij homo, geen haat? Het is niet omdat iemand blonde haren heeft of omdat iemand... Nee, maar ja, geen haat, dus... Roze haren. Roze haren heeft of... Maar als je op TikTok een scroller bent en je ziet inderdaad iemand die met roze haren voorbij komen, dan denk ik ook al van... Suikerspin. Nee, maar als ik u niet zou kennen, zou ik misschien denken van ja, misschien wel. Hè. Aan u doen en laten, niet, maar als je op dat moment even kijkt... Dan wil je dat testen? Nee, nee. Nee, nee. Hoe groot is je piemel? Wat vragen dat de mensen gesteld hebben. Samen een keertje naar de gym, amigo. Goh, ik zou dat wel willen, ja. Ja, veel vragen, veel dezelfde vragen. Veel vragen die ik niet wil beantwoorden. Oké, okay, misschien dat Christian ze nog eens apart beantwoordt in zijn Instagram in de komende jaren, als hij nog eens op die comment terugkomt. Misschien... Dat kan altijd. Dat kan altijd. Maar we gaan hier wel deze Q&A afsluiten. Christian, ik wil u heel erg bedanken voor mij te doen in deze video. En voor zo open te zijn. En voor alles te vertellen wat je wou vertellen. En de mensen, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Ook mijn kijkers, mijn fans, mijn vrienden, mijn volgers. Als je op deze video uitkomt en je hebt het volgehouden tot dit punt van de video. Tik even op liken. Tik even op subscriben. Dat is Engels voor abonneren. Abonneren is gratis op YouTube. En misschien laat een leuke comment achter waarom dat je me graag hebt of zo, weet ik veel. Peace! Wat wil je zeggen? Als je me graag hebt van al die haters. Of als je me niet graag hebt, laat me weten waarom je me niet graag hebt. Want ik ga heel vaak in een conversatie met iemand die me uitschuilt of iemand die zo random haat komt geven. Ja.
hoe minder kijkers ik heb, hoe meer ik daarop inga, omdat ik daar ook meer tijd voor heb. Yeah. Iemand komt binnen en zegt, oh, wat een loser, wat heb je hier tijd voor doen? En dan zeg ik tegen jou, ik daag u uit, ik wil heel graag naar u luisteren. Ik zeg, maar kijk nu 2 minuten naar mijn live, zonder iets te zeggen, gewoon kijken. En kijk of je misschien van mening bent veranderd. Want het kan zijn dat je hier bent gekomen op basis van dingen die je hebt gehoord over mij, mm-hmm. waardoor dat jij dat voor waar hebt geacht, datgene wat ze verteld hebben over mij, en dat je daar misschien toch niks van terugvindt, of dat je hier iemand heel anders staat. En dat is al heel vaak in mijn voordeel geweest, en dat is al heel vaak zelfs geturnd in de gifter zelfs. Dat is inderdaad mooi. Mooi om te horen en mooi om hier ook mee af te sluiten. Dus dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.